Normaal zou je zeggen van, nou ja, die zijn dik genoeg. Maar ik ga deze bonen, dat worden gele bonen. En die ga ik dan drogen als droge bonen. En dan kun je ze de hele winter gewoon overhouden. En ja, ik moet zeggen, dat is denk ik toch wel hoe ik het volgend jaar wil gaan doen. En dat is eigenlijk niks meer dan een stokje met een touwtje erlangs. Helemaal en super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Ronald en ik neem je zoals elke week mee op de moestuin. Waar ik je alle tips en tricks leer om ook jouw moestuin tot een succes te maken. En vorige week is er geen video geweest en ik kreeg heel veel vragen of ik dan misschien in Limburg zat. En de mensen maakten zich een beetje zorgen, maar nee, gelukkig niet. Ik had vorige week, ik had gewoon geen tijd. Ik kwam er gewoon niet aan toe en ik wil gewoon of een leuke video neerzetten of ik wil geen video neerzetten. Maar geen afgeraffelde video, dat wil ik gewoon niet. Dus daarom was er vorige week geen video. Wel heb ik nog even een vraagje waar jij me heel goed bij kunt helpen. Want het valt me gewoon op dat als je hier een berichtje onder zet dat je het een leuke video vindt, of maakt niet uit, dan zet je er een duimpje onder in de reacties. Een geschreven berichtje, dat mijn video's van 500 keer in één keer naar 3000 keer bekeken worden. Het wordt veel beter aanbevolen op YouTube. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als je dan hieronder in de reacties even een kleine reactie schrijft. En dan word ik beter gevonden. Zou mij heel erg helpen met de groei van mijn kanaal. Dus als je dat zou willen doen, zou ik heel erg fijn vinden. En ja, dan hoop ik dat mijn kanaal zo een beetje meer kan groeien. En dan wie weet waar het me kan brengen. Natuurlijk ben ik vorige week nog wel een beetje op de tuin bezig geweest. Ik heb de bonen gepoot. Ik ben een beetje met de aardappels nog bezig geweest. Ik zal even een rondje maken rond de moestuin. En dan kun je zien wat er allemaal veranderd is in de afgelopen periode. De stamboontjes die zijn echt al goed gegroeid. En als je hier kijkt, dan zie je de eerste er al onder. Maar deze bonen, die zouden normaal, zou je zeggen, van, die zijn dik genoeg. Maar ik ga deze bonen, dat worden gele bonen, en die ga ik dan drogen als droge bonen. En dan kun je ze de hele winter gewoon overhouden, zonder ze in de vriezer te doen. Maar dan moeten ze nog eventjes geel worden. En dan worden ze ook nog wel een beetje dikker. Maar normaal zou je deze boontjes dus wel al kunnen plukken. En als ik hier bij de stokbonen kijk, dan zie ik hier al de bijtjes bezig om de bloemetjes allemaal te gaan bevruchten. Nou, en dat is ook echt wel terug te zien, want als je een beetje ertussen kijkt, dan zie je dus ook al de eerste boontjes hangen. Nou, deze, die kunnen gigantisch lang worden. Wel, ik denk wel 25 centimeter. En dan zijn ze nog steeds lekker. Dus deze zijn nog lang niet klaar. En dit is dan de nekkenkoningin. En die blijft dan ook gewoon lekker en die heeft geen draad. En die is gewoon heerlijk. En iedereen die vraagt me er elk jaar altijd om. Maar die worden dan echt wel behoorlijk lang. Ik heb hier op de plek van de aardappels nog eventjes nieuwe bonen gepoot. En ik wil hier zo meteen nog eventjes de pastinaak naast gaan zetten. En dit zijn de droogbloemen. Nou, die zijn ook gigantisch gegroeid. Ik heb ze nog een beetje mest gegeven, een beetje Culterra. Maar de eerste, die komen er al aan. Dan moet ik even kijken. Als er mensen zijn die tips hebben om ze goed te drogen, dan hou ik me zeer zeker aanbevolen. Want dit zijn toch echt wel hele mooie bloemen. Maar ja, er komt al veel meer aan. In deze dagen zal het wel zover zijn dat ik ze dan moet gaan plukken en drogen. Maar ja, dat heb ik dus nog nooit gedaan. Dus mocht je tips hebben, laat het dan vooral even weten. Er zijn vast wel mensen die dat vaker hebben gedaan. De pompoenen en de kalebassen die buiten staan, nou, die beginnen ook echt al goed te groeien. En het viel me wel op, en dat was een beetje jammer, want hierachter staan de patissons. Maar het zijn helemaal geen patissons. Het zijn gewoon courgettes wat eraan komt. Maar ja, als een courgette gekruist is, dan kan het dus ook zo zijn dat ze giftig worden. Dus dan weet je eigenlijk niet of je ze wel kunt eten. Dan zijn ze ook heel bitter. Ik wil het risico niet nemen, dus ik moet even kijken wat ik ermee ga doen. Misschien dat ik ze dan verderop aan de varkens kan geven. Die kunnen wel wat hebben, denk ik. Moet ik even navragen. En anders dan ga ik ze toch verwijderen, want dan kun je er eigenlijk niks mee. En het is niet de enige plant die dat heeft gedaan. Maar dit zou ook een patisson zijn. Nou, groeien ook gewoon courgettes aan. Dus ik moet maar even kijken, dan wil ik toch nog even een brief achteraan sturen. Want als je natuurlijk soorten koopt, ja, dan moet het wel soort echt zijn. En dat ligt gewoon echt aan de kweker dat gebeurt. En het kan een keer gebeuren dat er een verkeerd pitje in zit. Maar niet dat je dan ook nog twee in één zakje hebt zitten, dan klopt er gewoon niks van. Ik had de deur al eventjes opengezet van de tunnelkast en die zit echt helemaal vol. En ik heb het daar nou bespoten met neemolie en ik heb het bespoten met melk, 40% melk en 60% water. En dat wissel ik een beetje af. En ik moet zeggen, het valt me reuze mee en met de spint. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen last van. Terwijl het vorig jaar er vol mee zat, als je het nog wel kunt herinneren misschien. En ik heb geen last van de meeldauw. En dat door de luchtvochtigheid, dan had ik het eigenlijk wel verwacht. Dus daar werkt het in ieder geval heel goed preventief voor. Want ik zie wel heel veel bij mensen dat het eigenlijk
ja, niet goed helpt als het er al in zit. De tomaten die beginnen ook echt te komen. Er wordt echt ook wel behoorlijke dikke tomaten wat er aankomt. Ik heb ze wat minder gediefd. En het is wel een heel erg wild gewas, moet ik zeggen. Ik kan ook wel even een stukje laten zien wat er gebeurt als je ze wel dieft. En dat je ze wel ja, eigenlijk meer naar de tomaat, de voeding laat gaan. En die staan hiernaast. Die zijn niet van mij, die zijn van iemand anders. Maar dan kun je wel even goed het verschil zien. Want dit is eigenlijk wat er gebeurt als je de tomaat wel gaat dieven en opsnoeien. Nou, deze planten die zijn wel al veel hoger, dus groter, veel minder dik. En die gaan echt helemaal tot hierboven door, tot in de druiven. En je kunt er natuurlijk ook veel makkelijker doorlopen. En ja, ik moet zeggen, dat is denk ik toch wel hoe ik het volgend jaar wil gaan doen. Het is eigenlijk heel moeilijk ook om dit dan, nou ja, te gaan bekijken waar de tomaten aan zitten. Je ziet wel als ze rood zijn. Maar ja, als ik dan hier sta, ik bekijk dat en ik ga dit bekijken. Dan kun je zelf ook wel zien dat je hier dus veel beter door kan gaan. En veel beter kan zien waar de tomaten rood zijn en waar niet. En ik moet ook zeggen dat deze tomaten ook al een stukje verder heen zijn dan de tomaten die ik daarachter heb staan. Ik had buiten ook boerenkogels uit voor een poosje geleden. En het was allemaal opgegeten door de slakken. Ik had die binnen neergezet. En ik moet zeggen, het verbaast me erover dat er dus nog heel her en der wat opkomt. Ik denk dat ik hier ook wel genoeg aan heb voor mezelf. Kijk, je kunt het hier wel zien, allemaal opgevreten stukjes. En ik had er dus gewoon geen rekening mee gehouden dat onder die doeken nog wel slakken konden komen. De munthangers van de vorige keer zijn echt mooi aan het groeien gegaan. En dat ja, begint al echt een beetje ergens op te lijken. Ik heb ze hier buiten neergehangen, want anders groeien ze natuurlijk veel te snel. Maar dit zou je al op een balkon kunnen hangen en als je hieronder kijkt... Dan zie je al hoeveel wortel het eigenlijk geschoten heeft. En dat in, nou volgens mij 2 weken geleden dat ik dit gemaakt heb. Dus ja, het gaat echt super, super snel. En het mooie is dat dit eigenlijk gewoon helemaal vanzelf gaat. Nou, en hier regent het gewoon in. En als het watersysteem aangaat, dan drupt het hier gewoon in. Dus hoef ik er verder ook niet meer om te denken. Nou, en voor de rest als ik kijk naar de bloemen, dan staat er ook allemaal super mooi bij. En ik heb de eerste bosjes heb ik al weggegeven. En ja, dan kun je toch mensen toch weer helemaal blij maken. Ik doe ze een beetje voor de bijtjes. Maar het is natuurlijk ook leuk als je ze gewoon voor jezelf hebt staan. En dat je dan af en toe eens een keer een leuke bosbloem op de vaas kan zetten. Ik denk als je dit in de winkel koopt en je wil elke week een bos hebben. Nou ja, dan ben je echt gewoon heel veel geld kwijt. Ik ga vandaag hier tegenover mij aan de gang bij de aardappelen nog een beetje eruit halen. Want die heb ik natuurlijk helemaal afgeknipt door de Vitostra. En ik wil hier zo nog even wat pastinaken neerzetten. Ik doe het zelf altijd een beetje in fase aan dat ik dat eruit haal. Want anders krijg ik gewoon echt last van mijn rug. En ik krijg laatst ook last van de gewrichten. En, nou ja. Dus ik denk dat ik daar een beetje rekening mee moet houden. Dat ik dat mijn leven een beetje op aanpas. Het zal wel een beetje bij de leeftijd horen, denk ik. Dus mochten er mensen zijn die daar nog tips voor hebben. Laat het dan ook vooral eventjes weten. Ik begin knoppels op mijn pinken te krijgen en zo. Ik had wel wat gelezen over heermoes, dat je dat ervoor kon gebruiken. Nou, dat heb ik natuurlijk wel hier echt genoeg staan. Maar ja, ik vind mezelf nog zo jong voor zulke dingen. En dan moet je jezelf nu al tegenhouden, omdat je echt gewoon dagen last hebt van je vingers als je aardappels uit de grond gaat halen. Nou ja, en zo oud ben ik dan nog niet, denk ik. Maar ja, schijnbaar wel. Ik ga hier eventjes de boel klaarzetten en dan ga ik lekker eventjes aan de slag. Nou, ik heb er toch alweer heel wat aardappel uit kunnen halen. Ik ben toch wel een mooi poosje mee bezig. En dan heb ik hier nou nog zo'n stukje liggen. En dat, nou ja, dan zal ik dan nog ongeveer zoveel uitkrijgen. Daar ben ik tevreden mee. Ze zijn wel wat kleiner dan wat ik gewend ben. Maar ja, anders had ik Vitostra erin. En had ik ze allemaal weg kunnen gooien. Dus dan is het beter iets dan niets. Ik heb ook het spul eventjes klaargezet om de pastinaken te gaan poten. En ik heb de pootlijn klaargezet. En dat is eigenlijk niks meer dan een stokje met een touwtje erlangs. En dan staat erachter ook een stokje. Nou, die lijn die loopt daartussen. En dan kun je precies langs een rechte lijn gaan poten. Ik reken erop dat de grond nu overal wel nat genoeg is. Dus ik poot ze er gewoon zo in. Ik heb ze wel eventjes laten voldrinken in de waterbak, zodat die kluitjes allemaal goed nat zijn. Meer water hoeven ze eigenlijk ook niet te hebben. En als ze daarna nog eens hier een buitje krijgen, dan is het prima. Maar ja, de grond is hier gewoon heel erg nat. Van de afgelopen tijd natuurlijk. Dus ja, je hoeft je eigenlijk niet heel erg veel zorgen te maken over het water wat je moet geven. Ik ga dit al eventjes inpoten. Dan staat dat ook weer klaar. En dan is de rest van de ruimte later voor de boerenkool. Nou, ze zitten er allemaal in. En dus ik moet zeggen, ze zijn vrij recht gegaan. Rechter als dat het in ieder geval met die sleuventrekker gaat.
Waarom ik ze niet echt helemaal straight langs de lijn kan poten, geen idee. Komt misschien, ik ben natuurlijk zelf ook niet helemaal straight. Dus misschien dat het daar nooit zo goed gaat. Het gaat in ieder geval een stuk rechter als dat het was. Dus deze pootpoot past die naken langs de pootlijn. Tongbreker. Ja, nu ga ik onkruid wieden. Dat is een beetje minder leuk. Er zit echt weer onkruid tussen de vaste planten. En ik wil zo nog even een bosje bloemen gaan plukken voor iemand. Nou, de bloemen zijn geplukt. Onkruid is weer gewied. En dan zit het voor mij ook op vol vandaag in de tuin. Het zonnetje begint weer aardig fel te worden ook. En het is ook al bijna 5 uur. Dus ik vind het wel tijd om er ook een einde aan te breien. Vond je dit nou een leuke video? Geef deze video dan even een duimpje omhoog. Laat even een reactie onder en help me daarmee echt enorm om te groeien met mijn YouTube kanaal. En klik ernaast voor nog meer leuke video's. En dan zie ik jou weer terug bij een hele nieuwe video. Doeg!